De Tielse politiek is het erover eens. Het zwembad moet blijven. Hoe het nieuwe bad betaald moet worden en voor welke variant gekozen wordt, is nog niet bekend. Yvonne Stolk ligt toe. We hebben met elkaar afgesproken dat we in ieder geval bij de perspectievennota gaan kijken om de huidige situatie in stand te houden. Dat houdt concreet in dat vanaf 1 januari het zwembad gewoon geopend blijft. Daar moeten we de middelen voor zien te vinden. En vooralsnog kan ik ook wel zeggen dat die middelen ook wel gevonden zullen worden. Daarbij kopen we dus tijd om te kijken wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor nieuwbouw van een zwembad. Of dat optie 3 gaat worden, een mooi wedstrijdbad. Of optie 4, een wat grotere variant met daarbij een mogelijkheid tot recreatie. Dat moeten we nog met elkaar gaan bekijken. En het college moet nu fors aan de slag om alle mogelijkheden zeg maar verder uit te werken. En daarin ook de wensen van de raad mee te nemen dat we voor duurzaam willen gaan. En duurzaam betekent ook dat je met ondernemers gaat kijken hoe je het zo kostenneutraal kunt gaan inkleden. Ja, naar mijn mening had die aanbesteding gewoon heel anders uitgevraagd moeten worden. Hè? Dat heet dan een tender. Naar mijn idee had je gewoon marktpartijen moeten uitdagen. Wie wil er met ons, met de gemeente Tiel, het meest efficiënte zwembad bouwen met de faciliteiten die er nodig zijn? Dan had je volgens mij een hele andere reacties binnengekregen van partijen. Kijk, en het zwembad is voor ons, vinden wij heel erg belangrijk, want het wordt veel gebruikt. Niet alleen door verenigingen, door zwemverenigingen, door Verhales, de duikvereniging. Maar het wordt ook ingezet bij het zwemonderwijs, voor recreatie. En het heeft ook gewoon een aantrekkende kracht voor de stad Tiel. Nou, in principe is het zo dat we natuurlijk een aantal scenario's hebben gekregen. En ik kan zeggen dat daaraan in de wens van de raad voldaan is. Alleen ja, de uitwerking van het hele verhaal, dat kan nog veel dieper en veel, veel breder. En dat hebben we nu ook nog eens een keer concreet meegegeven. Daar hadden we wel wat meer van verwacht.